Het eerste real estate seminar is gisteren onder grote publieke belangstelling gehouden in het Courtyard by Marriott Hotel. Het thema van het seminar was rechten en plichten van consumenten binnen het vastgoedproces. De initiatiefnemers waren onder andere Renaissance Realty, Tersol Vastgoed en de Finabank. Het seminar had als doel de Surinaamse samenleving te informeren over haar rechten en plichten, maar zeker ook de eisen die ze kan stellen als dienstverleners als het gaat om het grootste bezit, namelijk vastgoed. Volgens Omaira Bouterse, directeur van Renaissance Realty, had ze een drang om na de opening van haar eigen bedrijf de Surinaamse makelarij te herstructureren. De taak die hierbij hoort is informatievoorziening, zegt Bouterse. En hier gaat het dus vaak mis. Uit persoonlijke ervaring kan ik zeggen dat onze samenleving helaas niet voldoende geïnformeerd is over het reilen en zeilen binnen de vastgoedwereld. Wat zijn uw rechten? Wat zijn uw plichten als consumenten binnen dit proces? Uw rol bestaat uit meer dan alleen goedkeuring geven voor een prijs en vervolgens komen opdagen bij de notaris om uw geld in ontvangst te nemen. Ethiek is een actueel thema binnen de makelaarij. Fraude en schandalen worden door de media belicht en leidt tot imagoschade voor de gehele sector. Consumenten gaan dan op zoek naar een alternatief. En vaak is dat werken zonder makelaar. Momenteel zitten we in Suriname in een kopersmarkt, wat dus inhoudt dat kopers het eigenlijk voor het zeggen hebben en wij moeten buigen naar hun wensen en eisen. Gabriella Gonesh, waarnemend branch manager van de Finabank, geeft aan dat mensen die een perceel hebben een hypotheek daarop kunnen nemen om te bouwen of verbouwen. Behalve het bankair proces komen er ook externe partners aan te pas, benadrukt Gonesh. Notaris Madhuri Nanandpandey heeft een inleiding gehouden over de rol van de notaris binnen het vastgoedproces. De externe partners zijn onder andere de taxateurs voor het vaststellen van de waarde van het onroerend goed, de notarissen voor het vestigen van de hypotheek, de verzekeringsmaatschappijen voor de overlijdensrisicoverzekering en de brandverzekering. Let wel, Finabank heeft haar eigen agentschap. Ook komt het bouwen, verbouwen of uitbreiden van uw woonhuis een bouwinspecteur aan te pas. Dit om na te gaan als de verstrekte middelen daadwerkelijk besteed worden van het aangegeven doel. De notaris moet onafhankelijk en onpartijdig zijn of haar werk doen en daarom ook kijken naar de belangen van de beide partijen. Voordat het onroerend goed door de verkoper aan de koper kan worden overgedragen, heeft de notaris voor elke transactie één of meerdere gesprekken gevoerd met de cliënten. Ook is gevraagd aan partijen of zij de koopsom onderling zullen afrekenen of dat zulks via de derde geldenrekening van de notaris zal worden voldaan. Zulks, aangezien er nog geen wettelijke bepaling in Suriname is, die verplicht dat de betaling van de koopsom door tussenkomst van de notaris verloopt. Dat was Madhuri Nanandpandey, notaris, en daarvoor Gabriella Gonesh, waarnemend branch manager van de Finabank. Ze spraken gisteren tijdens het eerste real estate seminar van Suriname, dat onder grote publieke belangstelling is gehouden in het Courtyard by Marriott Hotel.